Frits van den Berken, vandaag de wedstrijd tegen HAC Hardenberg, 4-1 verlies. Ja, wat is jouw eerste gedachte daarover? Ja, dat is teleurstellend. Want, wij wisten op het moment dat we hier naartoe gingen dat we tegen een heel goed team zouden gaan spelen. Ik heb ze gezien in de laatste wedstrijd tegen GVV, speelden ze echt een fantastische wedstrijd. Dus wij wisten wat ons te verwachten stond. Ja, en we hebben natuurlijk ook een beetje pech, maar we hebben wel wat probleempjes binnen het elftal. Omdat we uiteindelijk gisteravond een speler zich afmeldde die ziek was, die met griep in bed ligt. En vervolgens raakte op de laatste training nog een basisspeler ook weer geblesseerd. Maar goed, dat mag geen excuus zijn van deze nederlaag. Ik vind gewoon dat HAC Hardenberg, en dat heb ik net ook verteld op de persconferentie binnen, dat HAC Hardenberg verdiend heeft gewonnen. En dat de uitslag uiteindelijk 4-1 is, dan zijn we daar nog vrij goed van afgekomen. In de eerste helft is het 1-0. Daarna hebben jullie toch wel wat meer ruimte. Had je toen ook het gevoel van, nou, nu kunnen we wat? Ja, maar goed, de goals waar ik bang voor was, waar ik ook het team voor gewaarschuwd heb. Kijk, we krijgen twee doelpunten tegen uit spelervattingen, uit hoekschoppen. En dat is van tevoren doorgesproken. Wij wisten precies wat het plan was met de hoekschoppen van HC. Maar we waren niet in staat om daar iets tegenover te zetten. Dus dan valt de 1-0 uit de hoekschop en de 2-0 valt eigenlijk ook uit een hoekschop. Nou ja, en dan ga je eigenlijk al met een slecht gevoelde kleedkamer in. Dan ga je alles of niks spelen, dan moet je wat. Hè. Dus dat overleggen we ook met de staf. En dan probeer je iets te verzinnen waarin je toch de tegenstander kunt pijn doen. En weet je wat het vreemde is? Wij hebben met heel veel aanvallende intenties gespeeld. We zijn ook blijven voetballen tot het einde toe. Alleen we waren niet in staat om één enkele kans te creëren. Want we hebben dan wel een goal gemaakt. Ja, en we hebben daarna nog één keer op goal geschoten. Maar dat is ook alles wat we aanvallend hebben kunnen presteren. Gaat dat ook jullie stijl worden in de tweede seizoenshelft? Dat aanvallende voetbal en niet, zoals je misschien wel meer bij sluitploegen ziet, verdedigen? Nou, dat is ook ons probleem. Kijk, wij willen waar we ook zijn, of dat nou uit of thuis is, wij willen altijd proberen om voetbal te spelen, om een goed voetbal te spelen. Maar dat kan niet tegen elke ploeg. En vandaag hebben we een HAC tegen gehad die dus beter was als TEC. En dat moet je voor wel nemen. Het is niet anders. Nee, Rick Hemmink, de speler van HAC Hardenberg, zei van ja, over Rens van Bentham, de speler van HAC Hardenberg, zei: het viel me op dat ze veel kleine spelers hebben en wij langer, dus dat wij makkelijk de lange bal kunnen spelen. Heeft dat veel invloed gehad? Ja, dat is toevallig wel zo. Wij hebben niet echt een ploeg met heel veel, laten we zeggen, fysiek, lengte dat klopt. Vinnie Vermeer die erbij gekomen is, gehuurd van NAC Breda. Dat is ook een relatief kleine. Onze spits is klein, Gerrit Koch. En we hebben nog meer kleine. Emilio Vink is niet een van de grootste. Matthijs Vergessel is niet een van de grootste. Dus dat hebben we nog eenmaal. Maar goed, die hadden we vorig jaar ook in het team staan. En vorig jaar hebben we samen met Hardenberg in de tweede helft van de competitie zijn we wel in staat geweest om gewoon de meeste punten te halen samen met HAC. Uiteindelijk met de kampioen Jong AZ. En alleen, we hebben niet datzelfde team nu op het veld. We hebben afscheid genomen van een paar goede spelers. Omdat we dat gewoon ook financieel niet konden dragen. Klaar. En dan moet je gewoon, dan boet je aan kwaliteit in. En dat blijkt toch dat voor de eerste helft van de competitie bij ons heeft doorgewerkt. Want we zitten nu op wedstrijd 17. We zitten op de helft. We hebben nu alles gehad, één keer. En je ziet gewoon dat we weer op die plaats staan waar we eigenlijk niet willen staan. En dus het wordt weer een hele moeilijke tweede seizoenhelft voor ons. En daarnaast de nieuweling van Kerkhof speelde de eerste helft, maar zat er niet helemaal lekker in. Nee, die heeft, ja god, die jongen die is 5 dagen bij ons, die moest spelen. Die zou eigenlijk niet spelen, maar goed. We hadden niet andere keuze. We raakten twee verdedigers geblesseerd. Jordi zou eigenlijk niet spelen, maar moest spelen. Maar goed, het geeft je wel weer de indruk van wat hij wel kan en wat hij niet kan. En dat is ook wel weer prettig om te weten. Wat kan hij nou wel en niet? Wat vind je er dan van? Ja, goed, je hebt zelf gezien dat Jordi het moeilijk had. En met name dat hij moeite had met snelheid. En daar zal hij aan moeten sleutelen. Maar jongens, 21, dus daar zit nog wel rek in. Top. Dat is een mooi positief einde. Dankjewel. Fijne terugreis.